Precies 90 jaar is er nu een vliegveld in Eindhoven. Afgelopen weekend werd het jubileum gevierd. Een van de medewerkers die veel hoogte- en dieptepunten meemaakte is Frans van den Broek. Al bijna 40 jaar werkt hij op Eindhoven Airport. Wat doe ik hier? Zodra er calamiteiten zijn, onregelmatigheden, grijpen wij in of worden wij geïnformeerd en daarmee gaan wij verder aan de slag op dat moment. Toen ik een kleine 40 jaar geleden begon, was ik nummer 26 op Eindhoven Airport. En nu per dag zijn we met tussen de 1000 en 1500 man op het werk. Vroeger hadden we 4 tot 5 toestellen op een dag. Momenteel tussen de 60 en de 70. Vroeger rookten natuurlijk heel veel mensen. We hadden zeg maar een F-27 naar Londen. We hadden 44 stoelen aan boord. En de helft van die mensen mocht roken. Ja, die andere helft dan gewoon meerookt. Ja, dat is een bijkomend verschijnsel natuurlijk. Vroeger, op Eindhoven Airport, toen ik daar begon, gingen we nog met de bus naar de vliegtuigen toe. Daar was een 2,5 kilometer rijden. Het ging altijd over maximaal natuurlijk maar een 50 passagiers. Nu gaan de passagiers allemaal lopend. Ja, en het zijn tot 239 passagiers wat er op een toestel nu meegaat. Vroeger was het overzichtelijker met een kleine club mensen, maar werd Frans ook voor veel meer zaken ingezet. Van tickets uitschrijven, passagiers met de bus naar het vliegveld brengen, tot aan bijspringen in de winkel. Een jaar ongeveer tax-free meegedraaid, omdat de dames met zwangerschapsverlof waren die daar op dat moment werkten. En wat verkocht u dan zoal? Drank en sigaretten, alleen maar dat eigenlijk. Zo flink uitgebreid dan, hè, door de jaren? Ja, we hebben natuurlijk nu magazines, gewoon elektronica, PSV-spulletjes natuurlijk, heel belangrijk. Vroeger in een oude houten gebouwtje hadden we nog staande check-in balies met een boerenbond, weegschaal erlangs, dus ticketslip uitscheuren, bagage handmatig labelen en ging dan achter je op een kar en daarna zo een bus in naar het vliegtuig. Ja, groot verschil met nu, hè? Uiteraard. Nu is alles online. Passagiers zijn dus thuis ingecheckt en het is alleen nog bagage afgeven. Zoals jullie nu zien hebben we 8 lanes. Iedereen gaat door de beveiliging heen. Toen ik begon een kleine 40 jaar geleden kwam je zo de vertrekhal in. Alleen paspoortcontrole was toen de douane, zoals de passagiers zeggen. En dat was het toen. Op het vliegveld, zowel op Eindhoven Airport als op de vliegbasis, wordt dit jaar nog stilgestaan bij 90 jaar luchtvaart in de stad.